Nou, een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar deze groepnieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest. En we starten deze vlog met tweets zoals je ziet. Hi Boef. Het is 9 uur in de ochtend en ik heb heerlijk geslapen. Ik heb gisteren heel veel leuke dingen gedaan. Dus kortom, toppen dag. Ik hoop ook dat jullie allemaal een heel leuk weekend hebben gehad. Ook al is het meer dan 2 dagen geleden. Ik heb zelf een heel leuk weekend gehad. En nou ja, ik wil jullie een beetje laten zien wat ik van het weekend heb gedaan. Dus ik ga jullie laten zien wat ik van het afgelopen weekend heb gedaan. Te enthousiast. Jongens, we zijn nu even in Heukelum. We waren een goede vriendin op bezoek. Zij is eigenaar van dit stukje land. Daar gaan we nu even kijken. Als je kijkt, die is een zonsondergang. Heel goed oppassen dat ik hier niet naar beneden glij, want het is echt ontzettend glad met al die bladeren hier. Het is natuurlijk ook best stil. Weet je, heel veel insecten zijn in winterslaap of zijn dood en hebben eitjes gelegd die volgend jaar uitkomen. Of zijn naar de wat warmere landen getrokken, zeg maar het zuiden. Dus, er zijn nog wel een paar insectensoorten actief in de winter. Dat is heel bijzonder en daar ga ik eens een keer een leuke video over maken. Je zult in ieder geval verbaasd zijn. Nou, dit is zo'n hut, die heeft iemand zo in elkaar gezet. Die ken ik ook een beetje. En dit is een speciaal hut, jongens, voor de ijsvogels. Want hier zitten namelijk ijsvogels. Er ligt er soms een beetje voer neer. Komt die ijsvogel soms wel eens hier op de stokjes zitten. Je kan ook een beetje zien dat het hier best wel vol zit met vis. We gaan nu even over dit stukje lopen. Dat is een ijsvogel, jongens. Het roepje. Best drassig. Oef. Schiet me dood. Dat is weer heel lang gemaakt. Maar je kan ook een beetje zien. Voelen, moet je opletten. Een beetje zo op en neer. Dit is hier echt ontzettend drassig. Van de zomer is dit echt helemaal dicht begroeid. Dat was een roofvis. Oh, moet je dat zien? Dat was gewoon een snoek, jongens. Volgens mij zat hier een snoek. En die schoot toen zo recht op dat schooltje vissen af. En die sprong dus net allemaal zo aan de kant. Wat gaaf. Het wordt wel steeds donkerder, dus we blijven niet te lang rondlopen, maar wel een beetje, zeg maar. Even kijken waar we een klein mooi stukje uitzicht hebben op het meer. Even kijken, hier ergens. Wauw. Prachtig. Even kijken. Zeker die zonsondergang, jongens. Heel mooi. En daar gaat de fut, jongens. En daar ook een ijsvogel op de achtergrond. Daar zit er wat eenden in de verte. Kijk. De gans hoor ik. Daar een eilandje. Maar die zonsondergang maakt dit gewoon zo ontzettend mooi. Thank you.
Het is niet donker, jongens. Ik loop nu, hoe heet het, over het pad in het donker. Een hele hoop ganzen kabaal in de verte. Wat de hel is dat? Kijk, een muis. Hier hebben we het hekkie. Ook als het donker is, dat je dan heel andere dieren tegenkomt. Het is echt wel lekker donker. Ik zie gewoon bijna niks. Je zal misschien ook wel merken dat ik in een buurt van appelbomen loop. Want ik loop echt, stap, hoor de hele tijd krak. Oep. Niemand hier verder binnen. Oep, wat was dat? Oh. Ik vind het heel grappig dat rond deze temperatuur dat er toch een paar pissebedden liggen op de bank. Nou, ik denk eerder dat het een mospissebed is of een andere soort. Ik vind het soms best wel lastig om die twee soorten uit elkaar te houden. Het is in ieder geval geen kelterpissebed. Dus, maar wel, ja, wel heel bijzonder dat ze rond deze temperatuur nog actief zijn. Hier hebben we, jongens, een kelderpissebed. Dat is een heel ander soort die we net hadden. Je hebt verschillende soorten pissebedden. Het beeld is inderdaad best licht, maar goed. Dat is een kelderpissebed. Een soort die veel voorkomt ook bij huizen, zeg maar. Ze houden vooral veel van vochtige plekken. Kijk, als je wat beter kan je ook een beetje die kleine randjes, die pikkeltjes, zeg maar, op het schild zien. We hebben, zeg maar, volgens mij de voorkant, want dat zijn de voelsprieten die eruit steken. Heel mooi, jongens. Het zijn zelfs zijn vegetariërs. Zeg maar, ze eten rottend vegetatie. Zelf moeten ze natuurlijk wel oppassen voor roofdieren zoals duizendpoten. En dan heet het voor de wat grotere dieren natuurlijk. Maar wel heel mooi. Sommige soorten kunnen zich ook, zeg maar, oprollen bij gevaar. Heel interessant, dat was zo te zien, was dat een rietkruispin. Ja, natuurlijk heb ik dan toch liever, hoe heet het, slangen, hagedissen, weet je het. Ik ben ook aan het kijken of ik een hele grote reis kan maken. Voor de rest verklap ik daar niet te veel over. Maar dit is wel mijn doel. Maar goed, je kan natuurlijk niet alles hebben. Weet je, dit jaar ben ik al heel veel gaan reizen. En ik heb hele grote plannen volgend jaar. Maar goed. Daar hou ik het even verder bij. Anders spoil ik gelijk alles. Nee, jongens, kortom, vandaag een hele leuke dag. Heel leuk, jongens. Prachtige mooie zonsondergang. Ik vond het ook wel even leuk om, hoe heet het, lekker die kassen dan te slopen. Heel erg leuk. Dus ik ben inmiddels thuis. Dus die nachtwalling, nou ja, kleine walling in het donker was ook wel leuk. Dus, nou, Tweeterpetit zit ondertussen lekker, hoe heet het, in zijn stoel. Heb oef. Met een schatje Tweet. We willen altijd ook veel aandacht hebben, dat vind ik wel leuk. Ah, liefjes is het. Hij spint ook zo lekker. Anyway, ik ga deze video wel afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zeg zoals altijd, tot de volgende keer bij een gloednieuwe vlog. Van Chris en Olivier. Doeg!